Amstelhoven is het centrum van de protestantse kerk en de diaconie Amsterdam. Al sinds de 17e eeuw werken kerk en diaconie hier samen met andere organisaties aan een barmhartige en rechtvaardige samenleving. Het gaat daarbij om helpen waar geen helper is. Zorgen voor mensen voor wie niemand anders opkomt. Dit is absoluut wat er nu aan de hand is. Ja, ja. Er is hier een actie aan de gang waar geen enkele helper meer aan het helpen is. En door hier deze actie te voeren, hopen we dat de plakkaat hier aan de wand dan ook weer gewoon realiteit gaat worden en niet alleen platte tekst is. Dit is NRC Next van dinsdag 4. Zij doen het gewoon. En wat doen ze nou? Illegale helpen. Veel Nederlanders doen dat, want regels zijn niet altijd regels. Kortom, dit zijn mensen die hun nek uitsteken en proberen iemand onder dak te brengen. Wat we beogen nou met een kleine actie is om hier in de tuin toch een tent op te richten. Die staat daarachter. En ik heb daar een bordje bij geplaatst. De kerk slaapt buiten. Want het is niet zo dat iedereen lekker onder dak is in Nederland. En zelfs de Jezus die sliep vaak ook buiten. En had daar heeft dat zelf ook nog tot zijn lijfspreuk gemaakt. Ik heb geen steen om mijn hoofd neer te leggen. De zeven werken van barmhartigheid zijn hongerigen te eten geven en dorstigen te drinken. Vreemdelingen herbergen, naakte kleden, zieken en gevangenen bezoeken en de doden begraven. De werken zijn ontworpen door Tineke Smit. Dus over deze zeven werken van barmhartigheid. Eigenlijk, ik zie het zo, er is een tent gemaakt. Maar ze zijn ook bedekt. Want uiteindelijk zijn ook dat loze beloften, platte woorden. Lege beelden. Dus dek het maar af. Hè? Maak er maar een tent van. En dan begin je uiteindelijk de hongerigen te eten geven, de dorstigen te drinken, de vreemdelingen te herbergen. Dit is onze herberg. Welkom in onze herberg. Nu slapen we vannacht met een paar uitgeprocedeerde mensen. En we hopen dus dat de diaconie daar ook een begrip voor heeft. Dat er een opvang komt voor mensen die niet alleen voor een paar nachten geholpen moeten worden, maar zelfs een hele winter ergens kunnen blijven. Dus dat is ons voorstel. We willen daar ook met een kleine delegatie vluchtelingen met het bestuur over praten. Wat is die motivatie? Nou, waarom ik deze actie bijvoorbeeld doe, is omdat ik dus die twee Eritrese Ethiopische jongens ben tegengekomen. En die ik niet op straat kan laten rondlopen, dan worden ze ook waarschijnlijk gearresteerd of ergens vastgezet.
we aansluiten bij de mensen in Ter Apel, de 300 uitgeprocedeerde Somalische mensen. Ik weet alleen dat dit goed is en dat je als mens altijd moet helpen. Als je ziet dat er hulp nodig is, mag je niet wegkijken. Waarom niet? Waarom niet? Omdat je dan jezelf verloochent, omdat je dan een bepaalde menselijkheid niet meer in praktijk brengt, omdat je weet dat je je af hebt gekeerd van een mens die om hulp vraagt. Nou, dat lijkt me toch wel de zwaarste overtreding die je als mens kunt maken. Ja, dat zit nou eenmaal in me. Mijn vader die heeft me het goede voorbeeld gegeven. Die heeft Joden verborgen in het ziekenhuis, in zijn ziekenhuis. En als er één mens is die ik zo, nou, waarvan ik hardop durf te zeggen, dat is een mens en bijvoorbeeld ook een arts die zijn eed van Hippocrates serieus neemt. Want een mens in nood, ik heb gezorgd, daar ga ik, of ik heb getekend, daar ga ik voor zorgen. En ik geloof dat, ik weet het niet of er nou meer tenten bij moeten komen. Of ik geloof dat er een actie voorbereid wordt om in ieder geval met de diaconie te gaan praten. En te zorgen voor een warme plek en een dak boven het hoofd. Voor ieder mens die hier in Nederland verblijft, legaal of illegaal.